Hallo allemaal, mijn naam is Cynthia Liem. Ik ben hier universitair docent op de faculteit EWI. Maar heb nog een paar andere hoeden gedragen in het verleden en het heden. Ik had het geluk dat mijn promotie door Google is gesponsord. Ik wou heel graag onderzoek naar muziek doen. En dat is eigenlijk feitelijk dankzij hen begonnen. Daarbuiten dus op EWI heb ik dat onderzoek uitgevoerd. Maar tegelijkertijd ook als muzikus een opleiding gevolgd aan het Koninklijk Conservatorium. Daar ben ik afgestudeerd en momenteel ben ik daar vooral actief als pianiste van het Magma Duo met Emmy Storms, dat nu ook enigszins opkomend is. En wat mij altijd raakte aan muziek en aan digitale muziek, ik was natuurlijk ook een informaticus. En ik heb het altijd heel fascinerend gevonden wat er allemaal online te vinden is. Een tijd geleden had ik hier ook een lezing voor TEDx Salon en toen heb ik deze voorbeelden ook al genoemd, dat het mogelijk is om op de een of andere manier een opname te horen uit 1920, misschien eerder, van een leerling van Chopin. Dat je oude partituren kunt terugvinden. Dat je ook oude krantenartikelen kunt terugvinden. En dat allemaal vanuit huis. Dit artikel wat je hier rechts ziet, is een recensie van het eerste optreden van Chopin in Parijs. Kun je nagaan, dat soort dingen kunnen wij nu net zo makkelijk vinden als misschien een recensie voor een concert dat ik zelf zou hebben gespeeld. Dus ik heb dat altijd heel fascinerend gevonden. En ik zag dat muzici daar vaak moeite mee hadden. Op het conservatorium was het toch vaak iets van ja, dat met die computers, dat is allemaal zo wiskundig en zo ongevoelig. Maar ik wist niet of dat nou echt zo was. Ik heb daar heel lang over zitten nadenken. En toen had ik het geluk dat 4 jaar geleden inmiddels er een project werd opgezet waar ik een leidende rol in kreeg, enigszins per ongeluk. En dat project heette Phoenix, werd gesponsord door de Europese Unie. En de partijen die daarin zaten, zaten in 3 landen. In Nederland, in Spanje en in Oostenrijk. In Nederland de TU Delft, een videobedrijf Videodoc en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Dat was eigenlijk de reden dat ik betrokken werd hier, want het orkest wou al met Videodoc iets doen. En ze werkten met ons samen. En zo werd ik ineens coördinator van een nieuw idee. En collega's van mij uit het onderzoeksgebied in Spanje, Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. En ook in Oostenrijk 2 onderzoeksinstituten, Johannes Kepler Universiteit in Linz en het OFAI-instituut in Oostenrijk. En tot slot ook nog het Conservatorium van Barcelona. Dus dat was een mooi spelersveld. Ons idee was, kunnen wij digitale technologie gebruiken om deze situatie, een afgesloten concertzaal, op de een of andere manier wat meer open te krijgen. Het is mooi wat er in die concertzaal gebeurt. Het is interessant, we willen daar graag zijn. We willen dat ook graag behouden. Tegelijkertijd zijn er die mogelijkheden van digitale technologie, van online verbonden zijn. En we vroegen ons af, kunnen we dus uit opnames, uit signalen die we meten, uit andere digitale mechanieken, toch zoveel halen dat we misschien die concertervaring kunnen vernieuwen, verrijken en andere mensen kunnen aanspreken. The Royal Concertgebouw Orchestra is proud to present RCO Editions, a unique video magazine for your iPad. The first release on the road is yours for free. Yeah, that is best. You can follow Mozart's symphonies on a journey from Paris to Prague. Watch a video commentary by the conductors John Elliott Gardner and Giovanni Antonini and discover much more. Download the app for free. RCO Editions. Feel it at home. Nou, nu heeft u ook in ieder geval gezien wat we bedoelden met die app. Een tablet-app met verschillende content. En dus als gevolg, nu zit ik de andere presentatie door te klikken. Dit idee dat je second screen bijvoorbeeld een dirigent hebt die zoals... Ja. Die zoals bij een director's cut in een film eigenlijk dan ernaast zit en iets vertelt. Maar in dit geval dan bij jou op schoot op de tablet zit vuizen. Dit is een nieuwe chef-dirigent van het orkest. I have to say, my beloved players in the Concertgebouw, they are doing a fantastic effort. And sometimes the conductor is a moment that's just control and left to the other to make the biggest effort possible, you see. Maar dit soort dingen maken, dat is heel kostbaar. Het is duur, het kost heel veel editingtijd en daarom ook was er de vraag van kunnen wij iets met technologie doen om dit te verbeteren. En zoals ik zei, wij dachten van nou dit is een rijk signaal. Daar zit van alles in, audio, video, tekst, misschien zelfs sociale informatie. Dus kunnen wij op de een of andere manier vanuit die concertervaring gaan
En daar een multimodale analyse van doen. Uit meerdere perspectieven ernaar kijken. En ook al die lagen die eigenlijk spelen als je naar een concert luistert. Om die ook vrij te geven en te laten zien. Nou, wij zijn dus als onderdeel van dat project in al die verschillende onderzoeksinstituten gaan kijken naar technologieën die we zouden kunnen ontwikkelen, doorontwikkelen, om deze technieken beter te maken. En één daarvan voor applicaties zou zijn bijvoorbeeld om een polyfoon audiosignaal waar heel veel stemmen tegelijk in spelen uit elkaar te halen. Dat is een moeilijk probleem. Daar zijn mensen al 30 jaar mee bezig. En het is nog niet opgelost. Het komt ook wegens hoe signalen werken. Het is feitelijk alsof je twee soorten siroop door elkaar heen gooit in een fles water. En dan probeert om ze weer los uit elkaar te krijgen. Dat gaat bijna niet. Maar er zijn technieken voor. Men was al verder. In popmuziek ging het vrij goed. Maar dan had je nog het probleem van het orkest. Want een viool of een altviool of een cello, die zijn fysiek bijna hetzelfde. Ze zitten in een ander register. Maar qua boventonenspectrum scheelt dat helemaal niet veel. Dus mijn collega's in Spanje hebben hun hoofd erover gebroken over hoe ze daar dan toch iets mee kunnen. En toen kwamen ze erachter dat ze hun technieken zouden kunnen toepassen als er ook informatie uit een partituur was. Als je enigszins weet op welke toonhoogtes je instrumenten verwacht, wat misschien de karakteristieken daarvan zijn, dan kom je een heel eind. Zoals we in dit voorbeeld bijvoorbeeld kunnen horen. Dit is allemaal uit een mix gehaald. Zelfs dus een tweede viool van een eerste viool kunnen uitlichten. Lager cello. En in de realiteit bij dit soort muziek hebben we ze nooit apart geïsoleerd opgenomen, zoals soms in hedendaagse muziek wel gebeurt. Dus dat is een extra uitdaging en waarom je ook meer ruis om je heen hoort. Maar zoals gezegd, het komt een heel eind. Wat we ook graag zouden willen, is kijken of je iets met interactie zou kunnen doen. Of je als gebruiker op een eigen manier door concerten heen kunt gaan. Iets waar ze ook mee hebben gespeeld. Uiteindelijk hebben we het niet heel extreem doorgewerkt, maar is spatiële audio. Nu ben ik ook benieuwd of je dat hier hoort. Heel klein beetje, want de speakers zijn natuurlijk een beetje gek gepositioneerd. Maar het idee zou zijn dat je dan in een 3D-ruimte, als eigenlijk in een virtuele wereld, ook door het orkest zou kunnen lopen en op die manier ook de mix kunt aanpassen en dus een instrument eruit zou kunnen lichten, dichterbij zou kunnen komen. Wat daarnaast ook speelde, was het videosignaal. En dat is werk wat hier in Delft door mij en een student van mij is gedaan. Als je kijkt naar zo'n opname van een orkest, dan heb je heel veel mensen in beeld. In zo'n Beethoven-symfonie, dit is een klein werk, relatief, 55 spelers. En ja, we wilden weten, kunnen wij ook iets met de visuele informatie doen? We kunnen ze niet individueel horen, we kunnen ze wel individueel zien. Dus we zijn gaan kijken naar, kunnen wij bijvoorbeeld inderdaad dan individuele mensen uit het orkest halen? Op grond van misschien meerdere camera's in de opname. De mensen die aan deze kant zitten zien dat we daar 7 camerabeelden hebben. En die zijn behoorlijk dynamisch. Heeft te maken met de manier waarop wordt opgenomen. Het is heel duur om heel veel ZZP'ers met joysticks in te huren om die camera's te bedienen. Dus wij konden geen mooie, schone onderzoeksdata krijgen. Maar ja, moesten het hiermee doen. En we wilden toch graag weten, dus waar is iedereen? En kunnen we daar iets over zeggen? Kunnen we zeggen wanneer ze spelen of niet? Nou, en daarvoor zijn wij clusteringtechnieken gaan toepassen. We kunnen enigszins gezichten herkennen. Het is video, dus ze komen meerdere keren voor over tijd. Als je dan gaat kijken wie er het meest op elkaar lijkt over tijd, dan krijg je als het goed is redelijk mooie clusters waarin dezelfde muzikus terugkomt. Het enige is dat die muzikus af en toe wel andere verschijningsvormen heeft. Wat je vaak ziet is, de ene keer zit hij zo, de andere keer zit hij misschien zo als hij speelt. Dat is heel mooi, want zo kunnen we indirect aan de houding eigenlijk ook zien of iemand speelt of niet. Dus op die manier hebben we clusteringtechniek gebruikt om activiteit van muzici te vinden. In ieder geval spelen of niet spelen. We zouden graag nog verder willen daar, maar het moeilijke is dat met deze data het geometrisch heel moeilijk is om te kwantificeren of iemand meer of minder beweegt. Als je zoomt namelijk, wordt de persoon groter. Maar dit hebben we redelijk robuust kunnen doen en ook dus kunnen gebruiken als extra informatie die bijvoorbeeld voor synchronisatie handig is. Wanneer speelt de hoorn? Wanneer speelt iedereen? Waar is dat alweer? Daar heb je dan niet per se een partituur voor nodig. Over die gezichtsdetectie gesproken, dat bleek nog best wel een probleem. Gezichtsdetectie is theoretisch gezien best ver. En ja, in surveillance situaties en in biometrische situaties gaat dat heel goed. Maar meestal zit je dan recht voor het beeld en kijk je in de camera. Als je 55 muzici hebt die in een kring zitten, allemaal in het zwart gekleed zijn, elkaar deels bedekken, heen en weer bewegen, wordt het ineens een stuk moeilijker. Voor wie dat ook weer aan deze kant wat beter ziet,
een state-of-the-art gezichtsherkenner die we over zo'n orkest heen hebben gedraaid. Nou, die kan 3-4 muzici hoogstens pakken van de 10. Hij valt compleet. En het probleem is ook dat wegens inderdaad dat mensen draaien, bewegen, elkaar soms bedekken. Je kunt niet zomaar wat we nu al hebben aan onderzoek in één keer toepassen in een product. Toen kwam er dus iets interessants voor ons als academici, want er was dat videobedrijf dat zei, ja, maar wij willen applicaties maken en weten waar iedereen in het beeld is. Zorg maar dat dat perfect wordt en dat je iedereen kunt volgen over tijd. Nou, daar heeft mijn student lang over nagedacht. En uiteindelijk bedachten we toen van, ja, als we dat op die manier moeten oplossen, dan willen we eigenlijk, ja, we moeten perfect en compleet zijn, we moeten iedereen kunnen vinden. Maar het wordt een beetje absurd om dan classifiers te gaan trainen die echt letterlijk elk hoofd in elke positie gaan kunnen herkennen. Dus laten we daar op slimme manieren ook mensen inzetten waar nodig. We hebben in dat opzicht een nieuwe annotatie-workflow gemaakt, waarin we eerst aanvankelijk op grond van een aantal shots, maar niet de hele video, aan mensen vragen van, klopt dit wat een detector nu doet? Moeten er dingen worden toegevoegd? En zodra je dat doet, hebben we wel het voordeel dat het een orkest is wat niet ondertussen in een stuk van positie verandert. Dus als we weten wie er naast wie zit, kunnen wij dat gebruiken om zelfs in meerdere hoeken, als we weten wie er in elkaars lokale buurt zit, ook aan te vullen als we toch al niet zeker weten wie de derde persoon is, omdat die bijvoorbeeld bedekt is. Die techniek hebben we gebruikt en dan nu hebben we dus tooltjes gemaakt waarbij je dus al die gezichten dan op een slimme manier kunt sorteren en dan kunt zorgen dat iedereen uiteindelijk gedekt is en gevolgd wordt. Ook wat wel grappig is om aan getallen er nog bij te noemen, om te laten zien wat er aan data is. Tot nu toe ook face tracking, het trekken van gezichten, het volgen van gezichten in scènes waar meerdere mensen in zaten. Dat ging bijvoorbeeld in nieuwsvideo, in interviews, in shows, in spelshows natuurlijk, heb je ook vaak dat soort situaties. In de video's die wij vonden waren dan kortere fragmenten van misschien enkele duizenden gezichten als je elke detectie in elke frame bij elkaar optelt. In ons geval van de symfonie werden dat er wel 24.000, dus het blies een beetje op. Maar daardoor was het dus heel goed om ook te kijken hoe wij dat konden schalen, hoe wij daarmee verder konden gaan. Andere technologie waar we naar keken was partituurvolgen. Dit was iets waar vanaf het begin een grote vraag naar was binnen die applicatie. Kunnen wij, behalve dat iemand vertelt over het stuk, ook laten zien wat er speelt? Nou, normaal zie je dan van die representaties zoals hier, dat zie je op YouTube ook heel veel, muziek en stukjes plaatjes van stukken partituur. Dat is heel pijnlijk in termen van productie. Het is heel duur. Iemand moet het allemaal uit elkaar gaan knippen en dan één voor één een timecode erop gaan zetten. En dan heb je een andere uitvoering en dan veranderen alle tijden. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Niet handig. Maar gelukkig hadden wij collega's in Oostenrijk die er al een paar jaar mee bezig waren. En dan vooral met het volgen van partituren met piano. En dat is behoorlijk goed. Ik kan hier een demo laten zien waar ik live speel. Een mooie techniek die dus ook is toegepast in ons project om voor orkestrobuus te zijn. Orkestraal is complexer. Tegelijkertijd is een pianist misschien toch variabeler in tempo. Dus er waren mooie balans voor te vinden. En tot slot kijken we ook nog naar expressie. Expressie in termen van uitvoeringen en expressie in termen van gebaren. We hebben afgelopen januari daar een special over gehad op de NTR bij de Kennis van Nu. Een klein fragmentje van laten zien. Alvaro Sarasua van de Universiteit van Barcelona onderzoekt met een speciaal apparaat de bewegingen van een dirigent en doet dat ook bij Holokoi. Hij is dus geïnteresseerd in kunnen wij uit beweging in 3D ook expressie halen. You see here we have some graphs where currently in this moment we were seeing like the velocity of the left hand, the velocity of the right hand and here the quantity of motion of the whole body. Sarasua kijkt dus naar de beweging van het hele lichaam, maar ook van verschillende afzonderlijke gewrichten. So sometimes you see these vertical black lines. What are those? Yeah, those correspond to the moments where we find a beat being communicated by that particular hand. So is that when he goes down and says? Exactly.
Go on. Okay. Exactly, and that also is shown with little yellow particles exploding, where the beat happens. Okay, and why those particles? What do they say? Well, they tell you basically the position where it was found, and depending on the size, the strength of the beat. Okay, so an aggressive beat is like a big explosion. Exactly. Als de muziek expressief wordt, heeft het lichaam van Holokoi een open houding en worden zijn bewegingen groter. Maar het apparaat werkt ook andersom. Het kan leren van eerder vastgelegde bewegingen en weet dus dat bepaalde bewegingen een specifiek geluid creëren. En dat mag ik even uitproberen. Well, this program allows you to conduct a melody as if you were an orchestra conductor. But here we're specifically targeting articulation of the music. So when it goes a bit fluid-like or more strict or something? Yeah. Okay, well, let's try. Dus als hij meer zo beweegt, dan wordt het staccato. Als hij meer zo beweegt, wordt het legato. Dus dit is ook bedoeld voor educatieve doeleinden. Dat mensen leren wat zo'n dirigent doet buiten een beetje dit met zijn handen doen. This is nice. They want to do it kind of legato, as you were doing with the white gesture. Mm-hmm. This is kind of the motion you expect, a fluid motion. Yeah. While when you want to communicate a staccato articulation, you go for jerky movements. Does everybody does pretty much the same, or you always find people doing similar kind of things, even there are important nuances. Conductors doing almost nothing with very good orchestras and just using the gaze to conduct. Bij dirigeren is dus voor een deel sprake van een soort universele, intuïtieve lichaamstaal. En daarmee moet de dirigent een eigen geluid creëren. Maar is dat echt wel mogelijk met de zoveelste uitvoering van een Beethoven-symfonie? Dat was het werk dat ik had gedaan. Dat onderzoekt Cynthia Liem van de Technische Universiteit Delft. Zij kreeg een onderzoeksbeurs bij Google en is ondertussen ook nog als pianiste afgestudeerd aan het conservatorium. Hoeveel invloed heb je nou? Want het tempo staat erop en de noten en alles. Maar wat kan jij zelf nog bepalen? Redelijk veel eigenlijk. Want er staan aanwijzingen in, maar dat zijn geen absolute wetten. En er zit vaak ook geen absoluut natuurkundig getal aan vast. Bijvoorbeeld het tempo, er staat vivace, dat is levendig. Maar dat is levendig, maar dit is ook levendig. Op een andere manier. Balletteriger. Dus, ja, bijvoorbeeld. Ja, oké. En hard en zacht. Ik begin zacht. Ik word een hard. En dan weer zacht. En dat kan ik meer of minder doen. Dit is bijvoorbeeld heel veel. Dus heel veel, ja. Ja. Dus jij kan echt je eigen stempel of saus of vingerafdruk afgeven op een muziekstuk? Ja. Een dirigent zou dat ook moeten kunnen, toch? Maar ik hoor dat niet als ik gewoon luister naar een symfonieorkest. Hoor ik niet, ach ja, dat is Harry. Klopt. Ja, nee, ik heb dat eigenlijk ook. Ik ben een pianist, dus ik heb helemaal niet zo heel veel ervaring met orkesten. En ik vind dat dus ook moeilijk te horen, al zijn er verschillen. En ik ben dus eigenlijk bezig geweest om meer vanuit een dataperspectief, nu we zoveel opnames hebben, kan ik dan misschien mijn computer vragen waar verschillen in zitten en wie wat is en hoe we ze naast elkaar kunnen leggen. Dus je hebt een programma geprogrammeerd dat luistert naar muziekstukken? Ja, dat een archief pakt, verschillende opnames van hetzelfde werk en vervolgens kan aangeven vanuit het spectrum, dus vanuit de frequenties in het signaal en hoe die over tijd bewegen, wie er meer en minder op elkaar lijkt. Cynthia Liem vergeleek 24 versies van de derde symfonie van Beethoven. Van elke versie maakt ze een spectrogram. Een plaatje dat iets vertelt over de tonen en de klankkleur. De computer vergeleek die plaatjes door middel van software die ook wordt gebruikt bij gezichtsherkenning. Eigenlijk kon de computer het verschil dus niet horen, maar zien. Maar dan op spectrogram. Hoe kleine nuance dit orkest. Zo hebben wij op
een meer visuele, data-georiënteerde manier toch iets losgehaald van wat er artistiek eigenlijk gebeurt in zo'n signaal. Dus dit zijn voorbeelden van het type technologie waar wij mee bezig zijn geweest, het type onderzoeken waar wij mee bezig zijn geweest. Maar goed, dat is één ding, maar wat willen gebruikers? Dat was ook een vraag die wij expliciet in ons project hebben gesteld. Misschien wel vanuit mijn trauma uit het verleden, dat techniek en muziek altijd een beetje als een gekke combinatie gezien werd. Dus wat hebben we gedaan? We hebben, zoals het heet, user-centered design toegepast vanaf het begin. Heel veel zijn we bij het Concertgebouworkest geweest om met hun publieken te spreken over wat zij eventueel wel of niet zouden willen in een digitaal product. We hebben eigenlijk drie soorten klantprofielen opgesteld. De heavy consumers, dat zijn eigenlijk de diehard klassieke muziekfans. Dan de casual consumers, laten we zeggen meer het classic FM publiek dat af en toe naar klassiek luistert. En dan tot slot de outsiders, dat zijn eigenlijk de meest interessante mensen die eigenlijk nog niet zoveel met die muziek hebben. Die we wel graag die muziek willen laten horen. Alleen de vraag is natuurlijk hoe je dat doet. We hebben dus in dat gebruikersonderzoek gekeken naar wat momenteel ook in de analoge wereld redenen zijn voor mensen om wel of niet naar zo'n concert te gaan. En om wat van die om wat van die motivatoren en barrières te noemen. Er zijn intrinsieke en externe motivatoren en barrières. Intrinsiek betekent dat je dat voor jezelf wil. Extrinsiek dat het te maken heeft met een externe invloed. Intrinsieke motivatoren, een paar belangrijke punten daar, zijn de concertervaring bijvoorbeeld. De muzikale kwaliteit. Je gaat, zeker bij een KCO, naar een heel goed orkest. Je gaat naar heel goede muzici luisteren. Maar ook escapisme. Dat was iets heel moois. Ik had dat zelf als muzikus totaal gemist inmiddels. Omdat ik natuurlijk compleet beroepsgedeformeerd ben. Maar mensen vonden het ook heel fijn om naar een concert te gaan, in het donker te zitten, weg te zijn van hun dagelijkse beslommeringen en gewoon een uur niks en luisteren naar mooie muziek. En daarbij ook toch wel ook een behoefte aan kennis, met name bij de experts. Klassieke muziek is van nature een beetje cognitief georiënteerd. De programmaboekjes gaan heel veel over achtergrondfeiten, achtergrondinformatie, theorie over een stuk. En mensen vinden het ook soms leuk om daarnaar te graven en daarnaar op zoek te gaan. En dan extrinsiek een belangrijke factor om naar een concert te gaan is bijvoorbeeld sociale invloed. Van als je een vriend of een vriendin hebt die daar graag heen gaat, dan ga je mee. Qua obstakels. Eigenlijk zagen we daar, natuurlijk was het bij de outsiders het sterk van, ja, wat houdt ze tegen? Nou, persoonlijk hielden dingen tegen als, ja, klassieke muziek is oké, maar niet belangrijk genoeg. Er is zoveel anders in de wereld. Ook voorbereiding en risico. Als je niet zo goed weet wat je kunt verwachten, dan wordt men wat terughoudender om wel of niet te gaan. Het is belangrijk om te nuanceren dat het niet noodzakelijk bekendheid met een stuk is. Als er een goede preview is, zijn outsiders heel erg bereid om dingen te proberen. Maar ze moeten dus wel een goed gevoel krijgen van wie er gaat spelen of wat er komt. De setting van het concert kan een barrière zijn. Sommige mensen hebben wat moeite met het statische of het formele. Andere mensen vinden het juist leuk. Dit is een beetje lastig dus van, het is niet iets wat je noodzakelijk wil weghalen. En de rijkheid van de ervaring in een popconcert soms of iets ergens heb je natuurlijk meer visuals, misschien meer spektakel. In klassiek wellicht wat minder. Sommige mensen vinden het ook minder interessant. Extrinsieke barrières kunnen ook weer sociale invloeden zijn natuurlijk. Heb je niemand om mee naar een concert te gaan, is het concert toch wat eenzamer. Wat wij dus hieruit meenamen was dat we ook als we applicaties gaan maken, daar rekening mee moeten houden. Als mensen bijvoorbeeld waarderen dat er dat escapisme effect is en dat ze niet willen worden afgeleid voor één keer in die zaal, misschien moeten we dan ook niet te veel doen daar. We wilden oorspronkelijk voor een concert, tijdens een concert, na een concert verrijking bieden. We hebben ermee geëxperimenteerd in ons project. Maar voor producten in de toekomst zal de live case, hoewel ik daar wel wat van ga laten zien straks, toch wat minder groot worden op dit moment. Wat denk ik belangrijk is ook voor muzici en muziekinstanties, is om goed te balanceren hoe je dat unieke van een concert. Vaak zeggen mensen, dit is echt een one-time experience, dat je daar zit en dat het gebeurt. En achteraf is het anders. Hoe je daarmee omgaat. We kunnen natuurlijk met digitaal versus analoog daar verschillen mee doen. Je kunt naar een concert gaan, misschien kunnen we daarna jou het concert digitaal aanbieden. Maar dan is het wel een ander object geworden. En hoe je dan daarmee omgaat, dat is eigenlijk een open uitdaging. Overrationalisering van de ervaring, ook een belangrijk punt. Ik zei al, klassieke muziek is wat cognitief. Maar als je overal op gaat wijzen van wat er gebeurt, dan wordt het bijna een college. Daar moet je ook mee uitkijken. En ja, voor de rest, voor die outsiders, hoe gebruiken we misschien dus die sociale mechanismen? Hebben ze vrienden die misschien meer open zouden zijn voor dit soort muziek? Kunnen we daar gebruik van maken? En maakt het werkelijk uit of we klassiekers programmeren? Dat is een heel interessante vraag.
als ik naar concertprogrammeurs ga, als wij als duo ook programma's in de zaal moeten opgeven, dan krijg je toch best veel te horen. Mijn duo houdt van hedendaagse muziek. En dan krijg je best veel te horen van, ja, maar dat is toch een beetje moeilijk voor ons publiek. Zou je niet toch ook Beethoven erin zetten? Dat doen we dan. Maar het viel me op dat als ik met mensen spreek die niks met klassiek hebben, dat het hen echt totaal niet uitmaakt wie je programmeert, als ze het maar interessant vinden. En dat is dus eigenlijk iets wat compleet niet in die wereld zit. Dus waar zijn we nu? Nou, allereerst hebben wij een, zoals dat heet, digitaal verrijkt concertprototype gemaakt. Dit is een applicatie die HTML5 in de browser of op tablets draait. Die laat zien in een showcase wat je voor, tijdens, na een concert zou kunnen aanbieden. Dit is met name na een concert. Je hebt een opname, maar je hebt een extra informatielaag met programma-informatie. De programma-informatie kun je op meerdere niveaus instellen. Dit is natuurlijk iets nieuws wat de digitale wereld kan faciliteren, wat je op papier misschien moeilijker kan doen. Van tevoren iemand een mailtje sturen en zeggen, hé, je gaat naar dit concert, dit is het verhaal. Je vindt misschien muziektheoretische termen wat lastig, dan geven we je een korter verhaal of een simpeler verhaal. En dan kunnen we daar dus mee spelen. Als je iets verder van hieruit ligt. Wie speelt er in het orkest? Dat kunnen we uit partituren halen. En dat kunnen we combineren met die techniek uit Spanje. Door bijvoorbeeld individuele secties eruit te gaan lichten. En op die manier kun je dus op een heel andere manier opnieuw verkennen wat er is gebeurd. Als ik weer een beetje verder spring. Nou ja, wie is er in het beeld? Dat zijn we dus nu aan het uitbreiden met die techniek waar ik het over had voor mijn student. Partituur. Partituur volgen nu op een mooie manier met een mooie digitale partij in plaats van al die uitgeknipte stukjes. Melodie. Dit is op audioanalyse is de hoofdmelodie uit de symfonie gehaald als een ander soort visualisatie. Structuur. Navigatie over structuur in plaats van over een abstracte tijdlijn. Dat is dus iets wat heel goed mapt op in een programmaboekje. Zeggen ze het eerste thema gebeurt dit, het tweede thema, de reprise gebeurt dat. Maar je weet als luisteraar niet waar dat is. En dat zouden we nu kunnen mappen. Voor de editor is het ook fijn dat hij nu op maten kan gaan mappen. Dus ik wil zeggen, het eerste thema is in maat 15. In plaats van vroeger, het eerste thema is 33 seconden. Maar de volgende keer 35 seconden. Dus dankzij die partituurvolgtechniek kwam heel veel hiervan worden bereikt. Teksten, tags, commentaar over tijd kunnen wij dus nu ook aanbieden, pushen eventueel over die tijdlijn. Ja, en voor de rest hebben we dan ook nog de uitvoeringsparameters. Ik was al bezig met uitvoeringsverschillen. Hier is ook mogelijkheid om te kijken of zo'n opname, hoe die naast een andere opname klinkt. Kunnen we heen en weer switchen? Is de ene sneller dan de ander? Luider dan de ander? Langzaam? Hier hebben we dus een langzaam en snelle versie, zoals je weet. Dus daar kan ook voor alles mee worden gedaan. Live partituur volgen. Hebben wij dus kunnen doen in een zaal, in het concertgebouw. Het werkt nu. Het enige is nogmaals, of we dat op die manier willen aanbieden, dat is de vraag. Maar technologisch gezien is het opgelost. En in bijvoorbeeld dit soort gevallen, dit was een technologieconferentie die werd opgeleukt met een orkest aan het begin. Nou, daar kan je natuurlijk wel al je parameters laten zien aan het publiek, dat het niet zo thuis is in deze muziek. Dus je hebt een orkest, je hebt instrumenten die je weergeven. Wie is er actief, hoe luid zijn ze? Maar bijvoorbeeld ook, wat voor harmonieën hebben we in de audio? En de boom die ook zit in het tv-programma, direct de beelden van de dirigent. En dan wordt het vooral. Op een bepaalde manier toch mensen heel gefocust doet luisteren en dingen laat ontdekken over wat er in dat complexe beeld gebeurt. Nou ja, qua video dus zijn we nu op het punt dat wij inderdaad alle muzici kunnen volgen. Mogelijke verdere toepassing gaat dus hierover. Dat je dus bijvoorbeeld ook die geïsoleerde audiosignalen met dat beeld kunt gebruiken. Om mensen ook weer gefocuster te laten luisteren van wat er in zo'n orkest gebeurt. Productmatig gezien is die tablet-applicatie veel verder uitgewerkt die in het begin op die trailer stond. Daar hebben we dus nu een samenwerking tussen Oostenrijk en Amsterdam om digitale partituren vrijwel continu toe te voegen. Wat ook met ons in Delft is gebeurd, is dat wij nu aan het werken zijn met mensen die bezig zijn met productie van de video. Het is momenteel heel chaotisch, dat gaat op deze manier. Ze hebben heel veel schermen, heel veel camera's, handmatige operators, papieren scripts.
En gisteren is het nieuwe kwartaal begonnen en heb ik een aantal studenten in het tweedejaars bachelorproject die dus nu gaan kijken of ze die technologie ook kunnen digitaliseren, zichtbaar kunnen maken, waarin ook dus onderzoek geïntegreerd kan worden. Multimedia marketing, buiten de technologie, die gebruikersonderzoeken van ons hebben veel inzichten opgeleverd. Ook bij het Concertgebouworkest. Die hebben nieuwe series zoals de Essentials-serie opgezet. Essentials is bedoeld voor jonge professionals. Nog net geen hipsters, denk ik. Maar het begint wat later. Het is meer gericht op netwerken. Het is 1 uur concert en een grote borrel achteraf. En dat wordt dus nu gemarket met kleine, grappige filmpjes die viral gaan op internet. En die zijn echt ook wel ontstaan. Dit idee is ontstaan dankzij de onderzoeken die we hebben gedaan. Dan krijg je dingen als dit. Tegenwoordig zeggen we vaak dat dingen rock'n'roll moeten zijn. Maar wat bedoelen we daar precies mee? Is rock'n'roll langharig tuig dat getatoeëerd op een gitaar staat te hengsten? Of is het toch nog iets anders? Elvis Presley was rock'n'roll, maar hij was zeker geen langharig tuig. Rock'n'roll voor mij is passie, vieren van het leven en dat met een stevig tempo. En in dat opzicht had wereldberoemde dirigent Ivan Fischer gelijk toen hij het laatste deel van de 7e symfonie van Beethoven rock'n'roll van de 19e eeuw noemde. Want daar gaat het over. Passie, levendigheid en dat allemaal aan een stevig tempo. Essentials, de meesterwerken die je gehoord moet hebben. En het heeft effect. De Essentials-serie heeft daadwerkelijk ander concertpubliek dan het publiek dat in de grote serie zit. En ook op kleine schaal heeft dit beïnvloed. Want toen ik zelf natuurlijk als muzikus bij die gebruikersonderzoeken zat en ging realiseren ook bijvoorbeeld dat op een bepaalde manier het publiek heel voyeuristisch is. Ze vinden het heel interessant om over die muzici te leren. Ze willen ook over je privéleven weten bijna. Die Bloed, Zweet en Snaren series die we hebben gezien, die docusoaps van het orkest, waren heel goed voor de PR van het orkest. En mijn duo heeft dat zelf dus ook toen toegepast, toen wij een keer een serie hadden. Toen hebben we zelf huistuin- en keukenfilmpjes gemaakt, waarin we dus wel bijvoorbeeld over dus moeilijke hedendaagse muziek spreken. Bij Jaren Walta. Ja, dat was mijn docent. En hij had het opgenomen. En toen kwam hij daarna, 20 jaar daarna, kwam hij bij mij. En toen zei hij, kijk, dit heb ik ooit opgenomen en het is een prachtig stuk en het wordt nauwelijks uitgevoerd. Wil jij dit op je examen spelen? Nou ja, en toen kwam hij dus naar mij toe. En zei van, ja, trouwens, die piano... Wil jij dit spelen? En het is echt een super... Nou, niet alleen wil jij dit spelen, het was gewoon, wil jij een heel moeilijk stuk instuderen? Super moeilijke partijen, ja. Dus toen dacht ik... En zij zegt dan, ja. Natuurlijk. Deze componist staat bekend als onspeelbaar. Hij weet heel goed hoe hij voor de viool moet schrijven. Ik heb geen idee van wie hij dat heeft. Maar het ligt heel goed. Hij klimt naar boven. Je hoeft nooit rare sprongen te maken. Hij klimt naar boven. Dus het is heel slim geschreven eigenlijk. En hij zoekt die plekken uit op de snaar die het beste klinken. Dus waar de meeste boventonen wordt. Kijk, dit is zo'n plek die mooi klinkt op de A-snaar. Dus dit is allemaal op de A-snaar, behalve die eerste noot. Voor dit stuk had ik als pianist geen idee over hoe verschillende snaren klinken. Dat heeft zij met hem uitgelegd, dat hebben we nu meegenomen. Ja, dat was interessant, want deze componist, dit werk wat we hier speelden, is uit 1925. En men was zo bang voor hem dat de eerste uitvoering in 1963 was. En het 1 keer is opgenomen. Inmiddels 2 keer, wij hebben het nu ook opgenomen. Maar ja, wij vonden dit stuk de moeite waard. We hebben 2 jaar, 3 jaar campagne gevoerd, ook tegen concertzalen, om het erin te krijgen. En nou ja, zoals je ziet, eigenlijk is het heel mooi. Mensen vinden het nu ook heel mooi. En heel veel wat ik heb geleerd uit dit project heb ik daarin kunnen toepassen om mensen daarvan te overtuigen. Dus,
ja, het project is nu afgelopen, maar wij gaan door. Wij hebben die vervolgprojecten, we hebben plannen voor verdere integratie in die apps, in nieuwe marketingstrategieën van het orkest. De Berliner Philharmoniker staat op de stoep bij Videodoc ook. Wij werken met dat productiebedrijf, dus er is van alles aan de gang. Mochten hier studenten tussen zijn die projecten zoeken, wees welkom. Ook al ben je geen informaticus, kun je wellicht ook wat betekenen. Bijvoorbeeld fysiek, we zoeken nog naar live verrijking. Mensen willen graag live wel steun, maar een tablet of een scherm of een computer is wat dat betreft bijna te bezoedeld om toe te staan in de zaal, want dat doet je denken aan je werk en leidt af en zo. Misschien moet daar gewoon iets nieuws voor worden gemaakt. En ook daar staan we heel open in om te kijken of we dat kunnen ontwikkelen. Dus neem vooral contact op, mocht je geïnteresseerd zijn. Bedankt voor jullie aandacht. Nogmaals excuses voor een beetje logistieke issues gezien mijn situatie. Maar dank dat jullie er allemaal zijn. En vragen hoor ik graag.